Tijdens FC Groningen Aston Villa klinkt er in de 69e minuut applaus in Euroborg. Het applaus is voor Leandro Bakuna die invalt bij Aston Villa en zo weer terugkeert in het stadion waar hij tot medio vorig jaar nog zijn thuiswedstrijden speelde. Ik zeg heel eerlijk, het was niet, ik vond ja, boven verwachting eigenlijk. Ik denk dat het publiek gewoon heel goed was vandaag. En, ja, ik hoop voor Groningen en dat ze altijd goed blijven, want het is altijd een fantastisch publiek geweest. Dus, ja. Hoe bevalt het in Engeland? Heel goed eigenlijk. Ik denk we zitten nu vol in de voorbereiding eigenlijk. En ja, we komen net terug uit Amerika. Een beetje zwaar eigenlijk. Dus misschien dat we daar ook een vuur in verloren hebben. Nee, dat weet ik niet. En jullie hadden het zwaar in de benen? Nou, ik denk dat dat wel een rol speelt. Maar toch, het zijn geen excuses zo te zeggen. Groningen was gewoon vandaag beter dan ons. En we moeten gewoon doorgaan en zorgen dat we gewoon beter hier uitkomen eigenlijk. Bakuna kwam in zijn eerste seizoen bij Aston Villa tot 34 wedstrijden. Waarin hij als rechtsback 5 keer wist te scoren. En dat maakte indruk in Birmingham. He good player, yeah. So you're satisfied with him? Yes, yeah. I would put Bakuna in my side every week. Hij heeft het denk ik heel goed gedaan het eerste jaar bij ons. Onverwachts misschien. Maar ook op een positie waarin hij niet gewend was te spelen, denk ik. Maar het was prettig spelen met hem naast me. Dus hij moet heel blij zijn. En, dit jaar moet voor hem een bevestiging worden ook een jaar om weer door te groeien naar een volgend niveau. En, daar moet hij gewoon heel veel vertrouwen in hebben. Dat kan hij. Ja, welke stappen ga jij nu komend seizoen zetten bij Aston Villa? Ik wil gewoon voor mezelf stappen maken. Dat ik gewoon ga volgen wat ik vorig jaar heb gedaan eigenlijk. En proberen alleen maar beter te spelen. Met doelpunten proberen te maken en belangrijk te zijn voor het team eigenlijk. Ja. Want waarin ben je beter geworden? Dat is een moeilijke vraag. Ik denk toch wel fysiek dat je toch wel wat sterker bent geworden. Toch weer veel meters maken eigenlijk daar. Tactisch gedeelte, dat is misschien iets minder geworden als ik heel eerlijk ben. Maar ik bedoel, het is toch mooi daar en je wilt toch stappen maken voor jezelf. En elke keer als je ergens nieuw komt, dan maak je stappen. Met Aston Villa speelt Bakuna wekelijks in een van de sterkste competities van Europa. En daar kun je als voetballer alleen maar beter van worden. Dat zeker weten. Als je ziet ook tegen welke spelers je speelt, zijn ook een van de beste van de wereld eigenlijk. En daar wil je gewoon goed tegenover staan, fysiek sterk staan en alles doen wat je kan doen eigenlijk. Dat is ook wel genieten, denk ik. Jawel, dat zeker.